always welcome Charlene Leon, alias Mookie. Hoe gaat het met jou? Goed. Met jou? Ja. Waarom zit je? Wat is er? Ben je nu achter? Een beetje, ja. Samsa, zei je? Nee, ik vind het een hele eer om hier met je te zitten, daarom. Oké. Okay. Hoor je eer even. Ik ga even. Gail heeft een paar Facebook-vragen. Oh ja, ja. Is goed. Laten we even gaan luisteren naar Gail. Spannend. Ja, simpel. En ook bij deze aflevering waren er een heleboel vragen. We zullen enkele eruit lichten. Zo willen de mensen weten van Mookie als de binnenkant van je dijen niet donker worden. En dat was de vraag van Denise van der Horst. Rachel Kortstam wil weten wanneer ze begonnen is en hoe lang ze al bezig is. En Maartje Sleur wil weten, is paaldanseres ook niet een soort van escort, hoertjesachtig iets? Nou, Mookie, heel veel succes met het beantwoorden van deze vragen. Gail, nog bedankt voor die vragen. Je hebt die vragen gehoord. Charlene. Hi. Ja, Charlene. 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 Wat is geen Charlene? Wat betekent Charlene? Charlene is de juiste uitspraak van hoe je het schrijft. Als je Charlene zou moeten zou heten, dan zou het met dubbel E achter elkaar zijn. Mestrena naar Cedric. Naar Charlene. Cedric, nomo vindt dat het is Charlene. Nee. Als het Charlene was, was het L-E-E-N. Is het goed om naar jezelf te luisteren soms? Charlene. Klopt. Wie is Charlene? Ja, dat ben ik. Ja, maar wie? Ik ben een vrouw van bijna 35 jaar. Moeder van een kindje, van een zoontje. En ik heb mijn eigen onderneming in Suriname hier. Het is een paaldansschool. En ik woon nu 8 jaar in Suriname. Ja, ben waar ben je geboren? Rotterdam, Nederland. Oh, je bent niet hier in Suriname geboren? Nee, ik ben geboren en getogen in, helaas, in Nederland. Waarom ben je teruggekomen? Suriname riep me. Ik kan het echt niet anders omschrijven. Maar je ouders zijn wel van Suriname? Beide ouders zijn Suriname. Zijn beide moxie? Beide ja, dat wil ik je gemixt, vragen. Beide. Wat voor mix? Ik heb werkelijk alles. Alles? Ik heb echt Chinees. Alles. Javaans, Indiaans, ik heb Nederlands, Maron. Ik heb Creool. En ik heb, het enige wat ik volgens mij niet heb is Hindoestaans volgens mij, maar dat is dan weer aangetrouwd. Dus dat hebben we toch. Ja, maar wanneer ben je geboren? Wanneer ben je weer geboren? Ik ben in september geboren, september. De 7e. Dus nu ben je 35. Ik word 35. Word 35, Bigiari. Ja. Daar hebben we een feestje. Ik probeer eigenlijk buiten de stad te gaan. Dus jij mag hier komen feesten. Dan ga ik wel naar buiten de stad. Hoe was je opvoeding? Ik ben opgevoed door mijn moeder. Mijn moeder was een alleenstaande mama. Papa is weggelopen. To put it like that, like a rolling stone. Het werkte niet tussen die twee, laten we het zo zeggen. En toen ben ik met mama gebleven. Mama is een hele strenge vrouw. Ze is echt een lady. Een hele mooie vrouw, van binnen en van buiten. En ze heeft een goede job gedaan, laten we het zo zeggen. Ja, echt. Met hoeveel waren jullie? Of zijn jullie? Het is heel raar om te zeggen, maar we zijn met 4 en alle 4 zijn enig kind. Want alle 4 zijn wel apart opgegroeid. Ik ben dus de oudste. En pas na 13 jaar kreeg ik een broertje. Want dit is dus een half broertje. En aan mijn vaders zijde, die kreeg, toen ik 9 was volgens mij, kreeg ik daar een zusje. En toen weer een paar jaar later, volgens mij toen ik 14 of 15 was, kwam weer een broertje. Dus in principe zijn we allemaal halfjes en allemaal afzonderlijk van elkaar opgegroeid. Dus hoewel we wel broers en zusjes zijn, weliswaar half, zijn we toch enig kind. Dus maar hoe is dat contact? Contact tussen mij en allemaal. Ik moet zeggen, ik ben nu heel erg tevreden met mijn broertje die bij mijn moeder, die ik van mijn moeder heb gekregen. Daar is het contact heel goed mee, wekelijks. Met mijn zusje is het maandelijks. En met mijn jongste broertje, ja, hij is 19, 20. We kennen elkaar eigenlijk helemaal niet goed.
We hebben wel elkaars telefoonnummer, dus af en toe op de app. En komt er wel eens wat. En via mijn vader hoor ik wat. Ja, want ik zou net ook vragen over je vader. Hoe staat contact met je vader? Met mijn vader nu is ook goed. Ik ben heel erg tevreden met het contact dat ik nu heb met papa. Dat was voorheen helemaal niet goed. Maar dat is, naarmate je ouder wordt, ga je inzien wat belangrijk is. En dan maakt het eigenlijk niet meer uit. Nee, alles woont in Nederland. Ik ben alleen hier. Oh, je bent de enigste hier? Ik moet niet zeggen enige. Want ik heb wel familie hier. Maar omdat ik niet met ze ben opgegroeid en eigenlijk niet echt goed in contact met hun ben. Sommige ken ik ook helemaal niet. Ben ik echt alleen hier. Dus, Je moet maar zeggen of ik correct ben. Ik ga even luid op denken. Als ik naar je kijk, want dan ga ik even terug, toch? Als klein meisje. Doe je ding. Dan zie ik een klein, vrijpostig, populair meisje rondlopen ergens op een school. Ha! Toch? Een hartedief. Spelen met jongens hun gevoelens. Oh! Klopt het? Nee! Oké, dan vertel je het. Vertel helemaal je het. Niet. Vertel oh je god, het. Ik denk dat ik tot mijn 0 tot 10 jaar was ik echt een heel lief, braaf meisje. Ik hield ontzettend nog steeds van dieren. Ik was alleen maar met dieren bezig en met de natuur. Ik was constant vies, modder. Maar je was geen staring op school? Nee, helemaal. Ik werd vreselijk gepest. Ik was de enige bruine in dat land op die school. Dus ik ben vreselijk gepest. Ik heb helemaal geen leuke herinneringen aan bepaalde dingen. Tuurlijk, ik heb wel leuke highlights. Ik heb een goede jeugd gehad. Dankzij mijn moeder en dankzij de vriendjes en vriendinnetjes die ik wel had. Maar overal had ik helemaal geen... Nee, ik was niet starring, ik was niet populair. Dat is pas later gekomen toen ik moe was van al dat gepest. En wat heb je gedaan tegen het pesten? Nou, ik ben van school veranderd, van stad veranderd, van opleiding veranderd. Ik van uiterlijk veranderd en ook van attitude. Maar dat is wel een hele erg zware ommekeer geweest. Dus ik ging van een heel erg lief en meegaand en expressief blij kind, ging ik naar, ja, toch wel een no-nonsense bitch. En toen was ik zeg maar 17, 18 jaar en toen had ik overal genoeg van. En toen begon ik ook interesse te hebben in mode, ik begon interesse te hebben in... materiële zaken, zoals mooie auto's, mooie tassen, kleren, schoenen. Daar ging mijn interesse toen opeens naartoe. En ook interesse in mannen. Het kwam een beetje laat, maar het kwam. Maar daarop komen we straks terug. Ja. Je sprak over dieren. Je houdt van dieren. Heb je nog dieren? Ja, ik heb altijd dieren gehad. Ik heb twee honden, ik heb kat. En voor de rest vind ik dat alle leguanen en de manjeboom ook mijn huisdieren zijn, dus. Heb je een kinderwens? Ik heb een kindje. Nog? Ja, ik wil heel graag nog één, ja. Zou ik echt helemaal geweldig, een meisje zou ik geweldig vinden. Oh. Maar we hebben het nu dus linksom gedaan, maar dan moeten we het dan rechtsom doen, dan krijg ik waarschijnlijk een meisje. Oh, dat nakken niet. Wist je het niet? Je moet het proberen. Wanneer heb je het gepland? Dit is niet iets wat ik kan plannen, helaas. Dit is iets, ik ben net gerevalideerd van die eerste en die was nogal zwaar. Dus ik wil heel graag. Maar wanneer dat moment komt, ik durf je niet te zeggen. Ben je getrouwd? Nee. Waarom nog niet? Rem. Na de break. Oké, leuk. Getter makes better. Het is een zware wedstrijd zou worden, nou daar was van tevoren wel rekening mee gehouden. De speler die kijkt in elk geval relax en je vraagt je af wat is zijn geheim. Nou, is het pro-life? We zullen het zo weten.
Dit is de beslissende penalty voor het team van ProLife. De doelman die lijkt ook zelfverzekerd. Dan is hier het moment. Gaat hij het redden? Hier is de schot. Er wordt nog één recht op de doelman af. Dit is ongekend. Goal! Het is zo wederom gelukt. Het team van ProLife die blijft de ongeslagen kampioen. Met ProLife haal je het beste uit jezelf. Tonight on stage, that's what we're gonna be rocking. You feel me? Show love, you get love back. You know what it is? Real talk, referee, for real. Man, y'all know what it is. Live by the code. Dress code. Two nice white clef paint con. Wizzy on the beat. My pago drinking go palm. Mega hair tori, mega clarity kaba. Daru. Oh, wakaba. Aben so so problem. Papa kere wagi paye monterala tori. Geen papira, dat is koud hoor ik maar. Oh, verzekerd boys, ja, dan heb je de man die zij moet doen. Even tappen met mijn motorfiets. Bromfiets, wat je alles aan de keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring van je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sert, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13. Telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, ano wandering. Bapa bol, hinya. Tru keuring. We gaan even proosten, Moekie. Ja, ja, heerlijk. Op je gezondheid. Op tapabankstel en dankjewel. Gezondheid. Ja, en man. Je paaldansen. Oh, absoluut. Ja, ik thanks. Kom me morgen inschrijven. Voor september, toch?
Ja, 35 jaar. Ja. Ik kom een show weer weggeven. Ik heb een vriend in Nederland. Hij doet de groeten uit Tata. Dat is Gino. Toch? Ja, Gino. Hij kan de hele dag lachen. Kijk hem. Hij lacht al. Kijk hem. Hey. Zie je? Hij lacht al. Hey Gino. Gino. Hallo. Hey, lach is gezond hoor. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Luister nou, ik heb vandaag een... Skrik je broeia. Een paaldanseres. Een van de beste. Ze geeft les hier in Suriname. Dan moet ik snel les komen volgen daar, man. Zo. Doe rustig nou, Gino. Je hebt geen paal daar. Ja. Oké, kijk nou. Ik heb Mookie hier. Ze wil even groeten. En ze wil ook nog wat vragen. Luister, Mookie. Wat wil je me vragen? Hi, Gino. Alles lekker. Ik hoop dat het niet te koud is in Nederland. Nee. Wat voor me doen? Wil je een haring voor me eten? Het is echt een van mijn lievelingsdingen in Nederland. En je moet het eten alsof je het lust. Tuurlijk wil ik je haring. Ik bedoel haring eten voor je. Niet jouw haring eten, maar een haring eten. Ik hou ook van haring. Zet het rustig in je mond. Ja. Oké, slik het. Gino, wat heb je vandaag? Maar je moet niet met een volle mond praten, Gino. Haal dat ding uit je mond. Wat heb je vandaag voor ons? Ik was vorige week naar de Holy Comedy Show gaan van Quintus en Mino van Nassau. Mensen hebben de groeten gaan aan, brada. Wat zeg, kik. Oké, laten we gaan kijken en luisteren. Met de complimenten van SLM naar de groeten uit. Tata! U heeft net de show gezien van Quintus en Mino. Wat vond u ervan? Ik vond het een prachtige show. Waanzinnig leuk, echt. Het was echt heel leuk, heel spontaan, heel gezellig gewoon. Hartstikke leuk, veelzijdig, mooi aanbod, veel gelachen. Van waar dit initiatief om deze comedy show te doen? Ik loop al heel lang met het idee, ik wil iets doen in het theater. Ik heb heel veel ervaring opgedaan en mijn ervaring wil ik delen. Er zijn een heleboel jonge opkomende artiesten die eigenlijk zo goed zijn, maar ze krijgen geen podium. En ik bedoel, ik heb een fantastische carrière achter de rug. Waarom kan ik niet gebruik maken van mijn populariteit om anderen ook de kans te geven? U heeft zeker familie en vrienden in Suriname? Absoluut, ja. Mag u ze allemaal de groeten doen in de camera? Nou, ik wil iedereen in Suriname en in Nederland de groeten doen. En ik hoop jullie ze heel gauw te zien. Deel, Urmila, Nandini, Neha, Deepak en gezin. Ik wens jullie heel veel liefde en wijsheid en warme groetjes uit Nederland. Het is hier koud, maar wel met warme groetjes. Ik wil de groeten doen aan Vincent Winter, oud-collega van mij. De hele familie Chedi, familie Baktawar. Hey, Sarnam, ik kom eraan. De Indiër komt naar jullie toe. Ik groet alle Surinamers, ook in Suriname en in Nederland, met Taku Odi. Mooi. Boom, krachtig Odi. Ja. Heel Suriname. Heel Suriname. Serieus, echt. Ik hou van Suriname en weet je, ik kan zeggen mijn moeder, mijn vader, iedereen. Ik echt gewoon iedereen. Suriname, love you. Heel Suriname, ik hou van jullie. En einde van het jaar komt er ook nog een film daarnaartoe. Marvin, achternaam ben ik even kwijt, maar dat is een grappige jongen, een grappenmaker. En volgens mij ondernemer op SU. Dus als hij het ziet, dan weet hij het. Gaat hij goed? Ik wil sowieso Amber en Batje de groeten doen. Groetjes van Claudia! Ik wil de groeten doen aan mijn familie in Suriname, in British Guyana, in Nikeri, in Kwartaweg. Hallo jongens, en al mijn nichten en neven. Mwah. Groeten van Shanti uit Nederland. Ik kan Suriname zeggen. Iedereen die kijkt op dit moment, weet dat ik je zie dat je naar me kijkt. En ik doe je bij deze de groeten. Vaka, tik en rustig. En je weet het. Wacht, ik kom heel snel terug. Dit was de groet uit Tata. Ik heb genoten. Ik zie jullie de volgende keer. Suriname, volg je dromen. Blijf geloven in jezelf. If you believe it, you can achieve it. Laters. En ook de groetjes aan mijn zus en de dochters van haar. En ik hoop jullie gauw het zien. SLM, that's it. Flying on trusted wings. Van hier zeggen we hey, later en tot de volgende. When you want
Jo, nog bedankt. Ja, City. We waren gestopt bij... Huwelijk. Huwelijk. Trouwen. Waarom ben je nog niet getrouwd? Of is het niet of nog niet? Niet getrouwd. Gewoon niet. Oh, niet getrouwd? Nee. Nee. Waarom niet? Ik wil niet. Je wil niet? Laat me het zo zeggen. Het begon als every little girl's dream, mm-hmm, trouwen. Maar naarmate je ouder wordt, dan begrijp je bepaalde dingen beter. Waardoor ik nu het huwelijk helemaal niet interessant vind. Even, geluid. Mookie, waarom wil je nog niet trouwen? Het heeft helemaal niet te maken met nog niet trouwen. Ik wil niet trouwen. Je wil niet trouwen? Nee. Waarom? Het is voor mij niet elk nodig. Elk meisje, de droom is, ja, om te trouwen met een prins op een witte, ja, paard. En jij zegt, je wil niet trouwen. Mm-mm. En wat zegt je man, je vriend, trouwens je vriend? Hij ook niet. Mm-mm. Hij heeft niks te bepalen. Nee, dat heeft niet. Dus hij heeft echt niets te bepalen? Dat zeg ik helemaal niet, dat is helemaal niet waar. Maar heeft hij niet gevraagd om te trouwen? Nee, deze vriend niet. Wacht. Je maakt me nieuwsgierig, maar ik wel. Ik ben voorheen, ben ik wel gevraagd, ja. Maar toen heb ik ook nee gezegd. Ja. Volgens mij, daarom zijn ze weggegaan. Nee, maar wie is je huidige vriend? Ik wil die prijs geven? Nee, hè? Boy, dat is niet belangrijk. Hij wil niet dat je, oké. De vader van die zoon wil niet dat je zijn naam noemt. Het gaat niet om hem. Oh, jij ook? Nee, dat zijn dingen die ik niet nu prijs geef. Nee. Oh, plotseling ga je komen en zeggen van, hey, dit is het. Zo ongeveer. Wat is één ding dat je zoon gaat bijbrengen tijdens de opvoeding? Zeker zal bijbrengen. Ik denk niet dat het alleen mijn taak is. Mm-hmm. Ik denk dat het ook de taak is van de papa. Maar het belangrijkste vind ik respect voor jezelf en je medemens, ongeacht het man of vrouw is. Mm-hmm. Ik vind respect en weten hoe je met elkaar moet omgaan, mm-hmm, is heel erg belangrijk. Ik zelf struggle er elke dag mee. Het is best moeilijk met zoveel verschillende mensen en zoveel verschillende karakters om je heen. Mm-hmm. Maar dat zijn toch wel heel erg belangrijke dingen. En wat eigenlijk op een gedeelde eerste plaats is, is dat je trouw moet zijn aan jezelf. Je moet zelf jezelf zijn en gelukkig zijn voor wie jij bent en met alles wat jij bent. Dat is het belangrijkste. Maar hoe is die relatie met papa, met die papa van die jongen? Prima, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Maar waarmee struggle je? Want je sprak over struggelen zo net. Ik struggle met mijn Nederlandse upbringing. Mm-hmm. En dat botst nogal met de Surinaamse mentaliteit. Dus daar struggelt het wel eens. Ik word heel vaak agressief genoemd. Mm-hmm. Omdat ik gewoon zeg waar het op staat. En dat niet iedereen apprecieert. Dat was echt les nummer 1 die ik heb geleerd in Suriname is... Weet hoe je dingen zegt! Lukt niet altijd. Jij hebt dat probleem ook. Wat kan jou irriteren? Domheid. Nou. En dat is niet eerlijk van mij. Nee, is niet eerlijk. Nee. Nee. Iedereen, ik zeg, niemand is dom. Ja. Nee, klopt. Toch? Dat klopt, maar het is soms... vind ik dat je logisch kan nadenken. Bijvoorbeeld, ik zal een heel makkelijk voorbeeld geven. Als je staat in een bakkerij, mm-hmm, en je komt iemand bekend tegen en die persoon zegt, nou, wat doe jij nou hier? Dat vind ik, dat zijn van die dingen. Het zijn kleine dingetjes, maar dat vind ik dan echt van, ja, hallo. Ik denk niet dat ik skischoenen ben gaan kopen. Snap je? Maar misschien sta je verkeerd dan. Nee, maar dat zijn kleine dingetjes waar ik me aan kan irriteren. Dat vind ik niet leuk. Ik kan niet tegen racisme. Kan ik niet echt tegen.
eigenlijk moet ik zeggen discriminatie. Ja, want dat heb je in Nederland meegemaakt. Ja. Live en direct. Ja. Toch? Ja. Maar waarmee kan ik je blij maken? Met heel veel eigenlijk. Gewoon het feit als iemand al moeite voor me doet, vind ik het al helemaal geweldig. Dus je bent ook de eerste man die voor mij hier bij Femme Vitale voor me laat koken. Laat koken. Ja. Dus dat vind ik helemaal leuk. Daar word ik helemaal warm van. Als iemand iets speciaals voor me doet, dat vind ik echt leuk. Dat hoeft iets heel, kan heel klein zijn, maar dan ben ik voor een heel jaar happy. Ik kan mensen hun gedachten lezen. Weet je, ik wist dat ik je blij zou maken met brownie. achter die pot daar. Ja, helemaal. Met zo'n krabu. Mm-hmm. Het ruikt zo lekker. Krabu is ook echt een speciaal gerecht voor mij. Het is een traditioneel gerecht wat mijn vriendinnen en ik echt jaarlijks met elkaar proberen te doen. Mm-hmm. 2 tot 3 keer zelfs, dus het lukt prima. Dus als je lekkere krabu wil eten, moet je brownie bellen? Nee, nou ik denk dat mijn vriendinnen liever mij bellen. Straks ga je anders praten. Of misschien moeten we het voor elkaar klaarmaken. Ah. Dan kunnen we elkaars judge zijn. Boekie, hoe kom je op het idee, want dan gaan we nu praten over je vak. Oh, oké. Okay. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen om aan een paal te dansen? Ja, door mijn beste vriendin eigenlijk. Wie? Dat was Jane. Woont ze hier of in Nederland? Deze woont hier. Ja, Jane. Oh, dus je was helemaal nog niet, je wist nog niets van paaldansen? Nee, natuurlijk wel. Je begint dit niet zo. Je kan niet zomaar iets beginnen zo van, oh, laat me dit gaan doen. Weet je? Als je niet weet te lassen, dan ga je geen lasser worden. En paaldansen is net zo moeilijk. Dit is mijn hobby geweest. En dit heb ik in Nederland heel lang gedaan. Dus laat me bij het begin beginnen. Mm-hmm. Ik was vanaf mijn 16e was ik een streetdancer. En die streetdance dansschool begon go-go dancing te introduceren. Stripdance. Stripdance is geen strippersdance. Het is wel net zo sensueel. Ja, maar misschien is het zo net die tak stripper. Strippen. Ja, daar komen we dan. Hè? Ja. Je gaat me zo die vraag stellen, dan ga ik dat helemaal uitpluizen voor iedereen, want iedereen struikelt daarover en dat is heel jammer. Stripdance is een andere vorm van go-go dance, is een sensuelere vorm. Het is een meer wat je op, in een discotheek op een blok kan doen en het is wat theatraal, het is wat dramatischer en het is wat, het is heel, heel sexy. Mm-hmm. Laat me dat wel zeggen, het is sexy. Dus ik was daarmee bezig. Plotseling komt er een dame met een paal bij ons en die geeft een workshop en why not? Leuk, een workshop op je dansschool, want dat doe je aan mee. Bleek dat ik daar een beetje een neusje voor had. Weet je, ik vond het heel erg leuk. Ik was toen in mijn 20e jaren, toen heb ik mijn eigen appartement gekocht. Ik kreeg toen hogere kosten. Dus ik dacht van, nou ja, ik wil natuurlijk wel die mooie merkbroek nog steeds kopen en die superlaars. Dus ik wil meer geld hebben, dus dan ga ik meer bijverdienen. Dus ik ben bij een videotheek gaan werken. Nou, dat werkte dus niet. Naast mijn normale job, dat was als marketing assistant, werkte ik voor Cadbury. Dat verdiende prima, maar met die videotheek erbij moest het rondkomen. Nou, helemaal niet. Ging helemaal niet. Dus toen kwam mijn dansschool met dansopdrachten. Mm-hmm. En dat was leuk, want dan kon je op een avondje minimaal €250 verdienen. Wow. Voor een dans, dan kun je dus streetdance, blokdance, showdance, kooidansen, al dat soort dingen. Dat kwam toen ook helemaal in met die house scene en zo, blok, kooi. Maar ook paal. En dus dan was ik op feesten, dan was ik dus geboekt voor go-go of blok of kooi. En dan zag je die dames aan de paal en toen dacht ik van, what? Awesome! Ik wil dat ook! En toen ben ik gaandeweg meer erin gaan verdiepen. En toen ben ik lessen gaan nemen. Toen ben ik ook uitgezonden. En toen ben ik het gewoon on the job ben ik het gewoon gaan doen. En dat was echt tof. En ik verdiende er steeds beter mee. Dus naast mijn normale job, maandag tot vrijdag tot 5 uur 's middags was ik daar. En dan 's weekends was ik Antwerpen, België. En dat werd op een gegeven moment Spanje. En dat werd op een gegeven moment steeds verder. En dat was echt een awesome tijd. Je moet je voorstellen, je bent dan 20, weet je wel. Je bent zelfstandig, je hebt je baan, alles gaat lekker. En dan ga je ook nog reizen en dan krijg je ook nog geld. Dus het was echt een glitter en glamour tijd. Mm-hmm. En
toen ik 23 was, kwam ik in een periode in mijn leven dat het niet zo lekker ging mentaal met mij. Ik was heel erg zoekende en ik was niet happy. En maar werken en maar dansen en maar werken. En het werkte niet. En mijn moeder nam mij mee naar Suriname voor wat notariszaken. En volgens mij moesten ze een perceel verkopen, weet ik veel wat ze wilden doen. En ik ging mee, is lang geleden. En ik kwam in Suriname al en ik weet nog goed. En ik begon te huilen het moment dat ik aankwam. Mama, ik wil niet terug naar huis. Amen. En mijn moeder zei van, nou kind, doe even normaal. Je bent net hier, we blijven nog 2 weken. Maar na die 2 weken ging dat gevoel ook niet weg. Ik wilde echt niet terug naar Nederland. Ik was zo happy in Suriname. En toen heb ik gezegd, weet je wat, ik ga alles op alles zetten om met Nederland klaar te zijn en naar Suriname te vertrekken. Maar ben je nog steeds happy? Ik kan de dag dat ik aankom, kwam me in Suriname nog als gisteren herinneren. En diezelfde happiness, dat is nog steeds. Oké, maar op Facebook, je hebt die vragen van Gail voor, dus dan gaan we even één fase pakken. Iemand wil weten, als je drugs gebruikt, want elenge energie. Oh ja, maar dat is, dan zou ik drugs moeten gebruiken sinds ik baby ben. Ik ben geboren als een heel erg energiek mens. Dus ik denk niet dat dat iets met drugs te maken heeft. Mm-hmm. Ik kan je dit zeggen. Ik ben geen voorstander van harddrugs. Ik heb geen probleem dat iemand partydrugs gebruikt. Mm-hmm. En wat softdrugs betreft, ja, ik of space cake. Ja, dat, ik vind dat niks vervelends. Drink je? Ja, alcohol af en toe vind ik dat wel lekker. Met mate. Vroeger! Oh, nee, Benjamin. Vroeger! Mijn god, vroeger! Toen ik nog geen moeder was. Ja, toen kon ik er wat van. En drink ik dan wodka absoluut. En dat kan ik behoorlijk kegelen. Maar heb je al honden eten gegeven na het drinken? Honden eten gegeven na het drinken. Honden eten gegeten na het drinken? Braken. Oh my god. Overgegeven. So. Ik moet zeggen, ik heb ze wel gehad, maar ik heb dat niet veel gehad. Oh. Ik denk dat ik dat echt op 2 handen kan tellen. Ja, ik heb het, vooral in Suriname heb ik dat een paar keren meegemaakt. In Nederland ook maar een paar keren. Ik kan niet zeggen dat ik echt een toilethugger ben. Toilet. Nee. We gaan even naar een break. Ja, ja? Is goed. Getter makes better. Dat het een zware wedstrijd zou worden, nou daar was van tevoren wel rekening mee gehouden. De speler die kijkt in elk geval relax en je vraagt je af, wat is zijn geheim? Nou, is het pro-life? We zullen het zo weten. Dit is de beslissende penalty voor het team van ProLife. De doelman die lijkt ook zelfverzekerd. Dan is hier het moment. Gaat hij het redden? Hier is de schot. Er wordt nog 1. Recht op de doelman af. Dit is ongekend. Goal! Het is zo wederom gelukt. Het team van ProLife die blijft de ongeslagen kampioen. Met ProLife haal je het beste uit jezelf. Tonight on stage, that's what we're gonna be rocking. You feel me? Mm-hmm. Show love, you get love back. You know what it is? Real talk, rest in peace, for real. Y'all know what it is, live by the code. Dress code. Two nice white clef pink on, Wizzy on the beat. Papa, go drink and go palm. Mega hair story, mega clarica.
Daru. Oh, wat kapot. Aben zo'n probleem. Papa keuren wagi paie montera la tori. Geen papira, dat is koud hoor ik ba. Oh, verzekerd boys, ja, na ne pas aan die manji. Zij moet doen. Even tappen mijn keur mijn motorfiets. Bromfiets, wagi alles aan je keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey! Evert! Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 3:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, ano andre, bappa bol, hinya, trutro keuring. Mookie, is paaldansen een sport? Ja, absoluut. Waarom zeg je dat het een sport is? Omdat je fysiek, de uitdaging fysiek is enorm. Je hebt alles nodig en voornamelijk je core, dus het middenstuk, dus je buikspieren. Mm-hmm. Je rug is heel erg gespierd. Schouder en nek, het is ontzettend intensief. Is het nog een taboe sfeer hier in Suriname? Zwaar. Zwaar, nou. Ja, heel erg. Ja. Ja, maar hoe komt het? Mensen hebben een verkeerd beeld. Mensen denken aan wat ze in films zien, dat het is wat we hier doen. Mm-hmm. Nee. Mensen hebben het idee, een heel vreemd idee dat bijvoorbeeld strippers en prostitutie hetzelfde is, maar dat is het ook niet. Men heeft geen idee hier maar wat het eigenlijk het niet, is. Is het misschien omdat jullie de schaarse kliek zijn? Er is een reden. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat zwemmen ook eigenlijk ordinair moet zijn. Want bij zwemmen heb je ook vrij weinig aan, maar het heeft een functie. Mm-hmm. Je gaat niet met je jeans en je overal en je werkkleding en je helm ga je zwemmen. is ook hetzelfde met... Je klaar. Ja, maar met American football. Ja. Met American football draag je van die grote harnassen. Is niet omdat je op Superman wil lijken. Waarom moet je hier met weinig kleren?
Kan je niet met een jeans hier hangen? Je kan. Je kan met kleding aan, maar je moet heel erg goed getraind zijn. Net zoals als je wil gaan zwemmen met veel kleren aan, moet je goed getraind zijn. Je kan met kleding aan, maar je hebt geen grip. Dat betekent dat je alles vanuit je armen moet doen. En hoeveel mensen ken je die echt superarmen hebben? Vrij weinig. Vrij weinig mensen hebben echt goede armpower. Dus daarom moet je eigenlijk schaars gekleed gaan? De reden waarom je schaars gekleed bent, is omdat je huid contact maakt met de paal. Oh. En dat plakt. Daarmee kun je dus vastpakken. Oh, wat als ik mijn stof de paal vasthaal, wordt heel simpel. Mijn armband is al van staal. Mm-hmm. Dit glijdt. Ja. Dus als je met kleding aan de paal zit, je glijdt in één keer naar beneden. Dus als mensen zeggen van, als ik die paal vasthoud, ik ga meteen op mijn mond vallen. Ja, met kleren aan wel, ja. Maar met dus, weinig kleren, dan heb je grip. Dan heb je het gehoord, heb je het gehoord. Ja. Schaars. Het hoeft niet schaars als de persoon het prettig vindt om een boksertje te dragen tot net boven de knie of de dij. Daar kan het nog mee werken. Als je wenst om korte mouwen of die spaghetti bandjes, hemdjes te dragen, maar met je buik dicht, dan kan dat. Vooral in het begin is het heel erg spannend allemaal en dan ga je ook helemaal geen enge dingen doen. Maar naarmate je vordert en je steeds heftigere dingen wil doen, ja, dan gaat het vanzelf dat je steeds minder kleding aan gaat doen. Maar weet je hoe men over jou denkt? Nee, eigenlijk niet. Maar dat is ook niet echt mijn probleem, denk ik. Ja, maak je niet druk, hè? Nee, niet echt. Want we hebben weer een van die Facebook-vragen is als men ziet jou eigenlijk als een escortdame, ja, weet je, ik wil het. Ik weet niet of ik het mag zeggen. Zeg het gewoon zoals het is. Graag. Hoertjes. Ja, oké. Maar heb je dat dan gehoord? Ik heb dat nooit zo recht in mijn face gehoord. Mm-hmm. Ik vind het ook helemaal niet erg als mensen dat van me denken. Ik vind het alleen men jammer, want ander... ik verdien echt niet zoveel. Nee, maar men heeft echt een ander beeld. Ja, dus ik ben blij dat je het hebt, ja. Dat je ze ja. hebt kunnen uitleggen. Ja, er is een heel groot verschil wat mensen niet beseffen. Ja, ja. Ik kan dat wel gaan uitleggen. Mm-hmm. Een hoer of een prostituee, om het netjes te noemen, verricht seksuele handelingen met en voor een man en wordt daarvoor betaald. Een stripper is een entertainer die geen seksuele handelingen met en voor, alhoewel voor een man wel, maar niet met een man doet. Ze wordt betaald voor de show, de fantasy die zij geeft. Als we het moeten gaan indelen in schalen van wat dan wel kan en wat dan niet kan, mij maakt het niet zoveel uit, maar iemand anders misschien wel. Het feit dat een prostituee een man in haar lichaam laat, is misschien dan wat intiemer. Mm-hmm. Een stripper laat dat niet toe. Een stripper, je kan alleen maar naar een stripper kijken. Mm-hmm. Een echte professionele stripper doet niet aan seks. Ze is slechts een fantasy, ze maakt je wild en daarna ga je naar huis en dan ga je met je vrouw je ding doen. Dat is de bedoeling van een stripper. Een stripper werkt met striptease. Het werkwoord strip betekent to strip, dingen weghalen. Je auto strippen betekent die kappen van je auto weghalen. Dus als een vrouw gaat strippen, niet dat zij er kappen gaat weghalen, maar er kledingstukken. En dat moet dan op zo'n danige manier gedaan worden dat het elegant is, smakelijk, tasty, dat je denkt van, dat was echt spannend. Dat is wat een striptease moet opwekken. Hartstikke leuk ook als een vrouw dat voor haar eigen man kan doen. Want dat gebeurt in de slaapkamer, toch? Ja, dat is precies hetzelfde wat die prostituee doet. Je weet het niet. Ik weet het niet. Maar bij welke gelegenheid doe jij aan paaldansen? Ik doe paaldansen voor mezelf als sport. Ik doe aan paaldansen om les te geven, als werk. Daar verdien ik nu mijn centjes mee. En ik vind het heel leuk om op events, grote events, paaldansen vind ik dan heel erg leuk, omdat het heel erg entertaining is. Mm-hmm. Maar om weer terug te gaan op dat hoeren, strippers en wat ik doe. Want ik ben ook geen stripper. Dat wil je ook niet zijn.
Nee. Nee, nou, ik wil wel een stripper zijn voor mijn eigen man in de slaapkamer. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar heb je dat dan gedaan? Dat is hartstikke leuk. Dat is heel spannend, weet je? Dus maar ik ben geen van beide. Wat ik wil even wel duidelijk maken is dat als je een stripper of een striptease bestelt, je wilt er een, dan zul je heel zelden een vrouw zien komen aanlopen met een paal. Heel zelden. Het is zo lastig om die paal mee te nemen naar waar je ook moet optreden. Maar als je een paaldanseres bestelt, geheid dat ze komt met die paal, of ze vraagt, heb jij die paal? Ja, want ja. Ze kan niet werken zonder paal. Ik ben een paaldanseres, mensen. Een paaldanseres. Ik heb een paal nodig en ik trek geen kleren uit. Oh. Is een heel groot verschil. Dus jullie hebben het gehoord, Cedric. Een stripper kan wel de paal gebruiken als entertaining show middel, waarmee ze dus de show gaat doen. Ja. Is hetzelfde als wanneer ik een stoel zou pakken en daarop een hele leuke stripdance zou doen. Maar wil dat dan zeggen dat iedereen die op een stoel zit dan een stripper is? Nee, nee toch? Nee. Is iedereen die een paal dan vasthoudt, ongeacht je een stopbord vastpakt bij een bushalte, ben je dan een stripper? Nee, maar slok, je erger is Riffy. Nee, ik erger me niet. Dat zijn dingen die maar ik... Maar welke voordelen heeft paaldansen? Oh, wauw. Heb je even? Mm-hmm. Oh, voordelen van paaldansen. Het is enorm voor jong, oud, man, vrouw. Het geeft je... Niet alleen een gezond en fit lichaam, het geeft je ook zelfrespect. Want je brengt jezelf tot op zekere hoogte. Nou, eigenlijk letterlijk tot op zekere hoogte. Je gaat elke keer uitdagingen aan waarvan je niet gewend was dat je die kon. Dus je gaat elke keer ga je jezelf een beetje beter voelen van, hé, ik wist niet dat ik dat kon. En ik kan het. En ik kan het goed ook. Het geeft je echt een heel goede zelfwaarde. En lichamelijk word je sterker, meer behendig. Je wordt eleganter. Ik moet zeggen dat deze sport ook heel erg ontstressend werkt. Dit vergt zoveel concentratie. Je moet echt bepaalde stappen achter elkaar goed doen. Op de juiste manier, anders gaat het niet. Maar kan je afvallen? Ja, natuurlijk. Zeker? Het is een sport. Dit is zo... De kilo's rennen hier weg. Want Mitchell loopt elke dag van Quarta naar Nieuwweer. Dus dan kan ik gewoon hier komen. Kijk. Ergens. Maar Moekie. Ja. Je moeder, je vriend. Hoe gaan zij om met dat wat je doet? Nou, mijn moeder loopt met een veel te groot hoofd rond in Nederland. Hi mama, praat je Tori. Ze is heel erg trots. Ze heeft namelijk dit vanaf het begin af aan meegemaakt. En dat ik dit zou starten. En ze weet wie ik ben. En ze heeft me van tevoren gewaarschuwd van, hey, hou er rekening mee. Mensen gaan vervelende dingen kunnen zeggen over je. Want het is nogal, men heeft een verkeerd beeld. En toen zei ik, mama, maak je niet druk. Je hebt me opgevoed. Je hebt me die backbone gegeven. Don't worry about it. Ik weet hoe ik mezelf moet profileren. En als mensen het anders willen zien dan hoe ik me naar voren draag, dat is dan niet mijn schuld. Ik kan niets aan doen wat jij denkt. Ik kan er niks aan doen. Ja. Ik probeer gewoon te zijn wie ik ben en niemand daarmee lastig te vallen. Sterker nog, ik probeer juist leuke dingen te doen. En als iemand daar iets anders van wil maken, ja, sorry, dan kom je niet. Ja. Maar je vriend... Hoe denkt hij erover? Hij heeft me zo leren kennen. Dus dit is... Take me as I am. Ja. Maar hij stoort zich niet aan die... Nee. Oh, trots op man. Nee, ik denk dat hij gewoon... Hoe heet weer? Die vraag van Facebook. Die deel. Wat is er in het donker? Ja, als eerste moet ik even zeggen, die vraag, daar moest ik echt even bij fronsen. Aha. Want ik snapte niet helemaal wat ze daarmee bedoelde. Want waarom zou in hemelsnaam opeens je huid van kleur veranderen? Ik wist niet eens dat we dat zouden kunnen. Maar toen legde mijn vriendinnen uit en een paar dames van dans, van nou, misschien zijn ze wat gevoelig, met blauwe plekken, misschien is dat het.
Ik denk, dus ik heb te nadenken erover, maar in ieder geval nee, het antwoord is nee, je wordt helemaal niet donkerder. Volgens mij wordt dat alleen van scheren, als je je benen scheert, dan kan, net als je oksels en zo, kan het donker worden. Ik zie nergens dat het donker is. Nee, dat moet je zien. Straks, achter. Moekie, kunnen volle vrouwen ook paaldansen? Jazeker. Ja. Serieus? Mm-hmm. Stevige paal? Heel de stevige palen heb ik. Ze kunnen 300 kilo aan, dus moet kunnen. Ja. Maar heb je volle vrouwen hier? Ik heb volle vrouwen, ik heb dunne twijgjes, ik heb oudere dames, of nou ja, zeg, laat me zeggen wat rijpere dames, ik heb hele jonge dames. Ja. Mm-hmm. Maar kan je elke paal dansen? Of je aan elke paal? Ja. Nee, absoluut niet. Een danspaal is geen paal die je like everywhere ziet. De danspaal heeft een speciale poedercoating nodig. Het heeft een bepaalde dikte nodig. Deze bijvoorbeeld zijn nu stilstaand, maar ze kunnen ook draaien. Oh. En dat maakt het dan nog moeilijker als de paal met jou meedraait. Dat maakt het nog zwaarder. Dus nee, je kan niet aan elke paal zomaar je ding doen. Sommige café-eigenaren zetten wel eens een paal en denken mezelf van hoe. En dan vinden ze het raar dat het nooit gebruikt wordt. Maar dat is dan omdat ze de verkeerde paal hebben gezet. Mag je alleen les aan vrouwen? Voorlopig wel. Vrouwen en kindertjes. Oh, maar dan mogen niet. Nog even niet. Jammer met haar, sorry. September. September begin ik met een workshop voor de heren. Sorry met haar. Maar dan moeten ze ook schaarse kleding. Ja. Ik zie Mitta met een short. Nee, dat wordt dan inderdaad boxershort en dan een hemdje. Het moet een boxershort zijn en een hemdje. En het, maar ik bedoel maar van, kijk. Laten we even voorstellen, Mitta. Wees even op Mitta. Mitta in een boxershort. Mooie pose. Boxershort. Yeah. En dan. en een hemdje? Ja, een boxershirt en een hemd, inderdaad. Ja. Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat ten eerste, Mitchell, ik vind dat je er goed uitziet hoor. Niks mis met jou. Ik weet niet waarom hij je als voorbeeld heeft genomen. wat ik belangrijk vind, is je gaat sporten. Sporten voor jezelf. Jij. Jouw lichaam draag je hele leven mee. Je hebt maar één lichaam. Mm-hmm. Who the hell does it care wat je aan hebt als je gaat sporten? Applausje, je hebt gelijk. Snap je? We letten te veel op mensen. Ja, te veel. Ja. En je vergeet dan wat eigenlijk belangrijk is. En hier ben je in één ruimte waar niemand anders naar je kijkt, want iedereen komt hier voor hetzelfde. Iedereen wil leren hoe je met die paal moet werken. Iedereen wil meer power en buikspieren krijgen en kilo's kwijtraken en lekker zweten. En plezier hebben met mijn boek, haha. Ja, weet je? Om echt lekker een goede sportles te hebben, zodat je je lichamelijke beweging voor die dag hebt gedaan. Maakt niet uit wat je aan hebt, of het veel of weinig is. Moekie. Ja. Ik kan begin stempen, want er gaan een heleboel komen. Een heleboel heren gaan in september komen. Ik hoop 100%. Het lijkt me 100%. Hartstikke leuk. Ja. Maar ga jij dan ook schaarse kleed rondlopen? Ik ga helaas wel moeten, ja. Kan je rijk van worden? Waarvan? Paaldansen. Ja. Ja. Als je super, super, super goed bent, een miljoen keer beter dan ik, want ik ben echt niet super, super goed. Ik geloof dat niet. Maar Gitori. Ik ben geen wereldkampioen. Nog niet. Ik denk ook niet dat ik daarvoor ga. Maar als je een wereldkampioen bent, dat wil zeggen dat je dan aan wedstrijden meedoet. Zoals je mee zou doen aan alle andere sportwedstrijden. Bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld Miss Fitness of Mr. Fitness. Dat is zo'n ding. Nou, dat hebben we dus ook voor paal. Je hebt dan een internationale federatie die dan in landen, verschillende landen, Brazilië tot in Europa, eigenlijk everywhere, waar ze dan de dames oproepen om een show weg te geven. En dat is dan gewoon een paaldansshow, een routine, een dans op een bepaald nummer, een muziekstuk van jouw keuze, waar je dan op, zij komen dan met de voorwaarden. En dan verschillende levels, aan de hand daarvan, leeftijden, kun je daar dan aan meedoen. Je vroeg me net hele zware vrouwen mee zouden kunnen doen. Nou, je hebt twee toppers en ze zijn beide 114, 115 kilo, die dames.
En ze doen dingen waar ik zelfs nog moeite mee heb. Maar waar ik echt, waarvan ik denk van zo, wauw, dat is echt knap. Maar heb je ook oude vrouwen hier komen? Wat bedoel je met oud? Seniorenburgers. Seniorenburgers, dat zou dan moeten zijn over de 65? Mm-hmm. Ik heb nog niet over de 65. Nog niet, nou? Ik heb wel net iets eronder. Ik heb tussen de 50 en de 60 heb ik er een paar van. Hier? Ja, en ze doen geweldige dingen. Maar mensen kunnen boeken bij jou, toch? Ja. Boekingen. Mm-hmm. Daar heb je een man die Mookie thuis wil hebben aan een paal. Mag dat? Nee. Doet Mookie dat? Nee. Nee. Waarom niet? Omdat ik geen stripper ben. En dat geeft mij een stripper flavor. Het is te dichtbij. Het is niet veilig om in je eentje schaars gekleed in iemands kamer te paaldansen. Ook al krijg je daar geld voor. Ik doe dat niet. Ik vind het... Het haalt ook een stukje fantasy weg. Het haalt ook een stukje klasse weg. Het enige waar je mij kan zien optreden is bij grote events, waar er veel glitter en glamour is. Dan is het leuk om een paaldanseres te hebben die de mensen entertaint op die manier. Mm-hmm. Als het one-on-one is, dan klinkt het meer als een private dance. En dan maar hebben ze het je aangeboden? Oh ja, zo vaak. Laatst ben ik nog gevraagd om... In een bepaalde partybus schijnt palen te hebben. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk om dat te doen met Femme Vitaal en de meiden. Maar ik ga dat niet doen met een groep voetbalteam of zo. Mookie, moet je want to worry. Weet je wat is gebeurd? We zouden eigenlijk die bus voor je brengen. We zouden die opname, maar omdat we niet alle drie camera's erin konden plaatsen, hebben we het niet gedaan. Nou, ik ben heel erg blij. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vind die bus een super idee. Aha. Maar dat is leuk om te doen met vrouwen en van Femme Vitaal bijvoorbeeld. Of misschien als er dames zijn die een bachelorette party hebben. Mm-hmm. Dan vind ik dat hartstikke leuk. Maar ik ga het niet doen op een bachelor party of met een voetbalteam. Of met whisky drinkende mannen. Ik ben heel dapper, maar niet zo dapper. Maar heeft iemand zijn ledemaat aangebroken hier aan een paal? Niet aan een paal. Je vraagt aan een paal, niet aan een paal. Hoe dan wel? Een persoon heeft een keer heel grappig een koprol willen maken en is verkeerd terechtgekomen en heeft toen een teentje gebroken. En dat is niet gebeurd met pijn en veel ellende. Nee, dat was meer een funny. Mm-hmm. En meteen. En toen de volgende dag bleek van, nee, ik moet even rusten, want het is gebroken. Ja, dat was best wel vervelend. Wat wil Mookie nog doen met haar leven? Toekomstplannen? Ik heb heel veel wilde toekomstplannen in mijn hoofd. Ja, ik wil sowieso... Femme Vitaal wil ik laten uitgroeien tot een aerial dansschool. En met aerial bedoel ik dat ik het wil uitbreiden met andere sporten die dus in de lucht uitgevoerd kunnen worden. Dus naast bijvoorbeeld... Naast de paal heb je bijvoorbeeld aerial silks en aerial hoops. Daarnaast wil ik een leukere dansstudio hebben voor de aerobic en gewone dansoefeningen die er zijn. Een betere zaal. Dat wil ik heel graag. Ja, ik wil heel graag mezelf opbouwen in Suriname als moeder zijnde. Dus een eigen huisje lijkt me heel erg leuk voor mij en mijn kindje. En ja... Nog een laatste vraag. Hoeveel pupillen heb je? Nu? Uh-huh. Een stuk of 60? 67, 65? Mm. Something like that. Het schommelt een beetje. Ja. Oké. Okay. Nou, even kijken, Brownie. Hoe ver ben je? Helemaal ready. Ik was even nog bezig hier. Oh. Dus je bent net op tijd klaar. Net op tijd. Wat is ook weer een duel eten? Okay. Heerlijk. Oké, je ruikt het al, hè, die masala. Het was heerlijk, ja. Je hebt om krabu gevraagd, Brownie heeft die krabu gebracht. Het ruikt heerlijk. Klaargemaakt. Ja. Gil staat daar ready met jouw geschenkjes. Je kreeg van ons. Oh, wauw. Ja. We gaan... Ik begin met mijn hoofdsponsor. Oh,
En dat is telezuur. Super. Je krijgt 50 SRD. Hey, Belgevoet. Geweldig. Ja. En van Lucky Twins krijg je zo'n cadeaubon. Oh, leuk. En dan kan je met je schatje daar gaan eten. Ja, helemaal. Super. Ja. Je krijgt van Tapa Bankstel. Mijn eigen t-shirt? Ja, je eigen t-shirt. En dan mag je bij je eerstvolgende optreden, mag je in ons truitje. Baja. Ja, ja, ja. Awesome. Ja. Kijk eens. Waar het onderwerp goed zit. Ja, man. Lees het even voor me. Lees het even. Waar het onderwerp goed zit. Je hebt het gehoord, toch? Ik zit hartstikke goed. Kimmy? Ja. Je kreeg van Galaxy, kreeg je deze mooie bank niet. Je mag het daar gaan kopen. Ja, ze hebben een heleboel mooie banken, meubels, een heleboel spullen daar. Maar je kreeg zo'n Hawaiiana slipper. Oké, super, thank you. Ja. Yay. We zijn nog niet klaar. Wat? Nee. Van Trans American kreeg je deze heerlijke wijn. Dus na het dansen, daar in de kamer. Nee, ervoor. Ja, ervoor, dan gaat het beter. We mogen niet komen filmen. Dan niet, nee. Dan niet. Oké, dat is van Trans American. Oké. Brownie. Dat is onze chef kok, hè. Onkel Brown. Kreeg je die hier mee? God, kijk die kracht. Kijk eens. Jezus. Ik moet dan ook even iets tegen mijn vriendinnen zeggen, hè. Maar welke camera moet ik dan in? Deze ook. Ook. Oh. Kijk, je mag het daar doen. Ik mag het ook. Hey, dames, zonder jullie. Heerlijke krabo. Oké, Moekie. Yes. Je mag alvast beginnen te smullen. Ja, dan heerlijk. Dan ga ik het afsluiten. Is goed. Ja, in welke camera mag ik? Oh, bij Cedric. Kronte. Dit is Cedric Kronte, hè? Oké, ja. Dan. Dat was het voor deze keer. Jullie hebben het gehoord van Moekie. Paaldansen is geen strippen. Nee. Helemaal niet. Je mag je altijd nog inschrijven bij Moekie. Het is niet alleen voor dames, ook voor kindertjes. De kindertjes vanaf 6 jaar tot 18 jaar, zeg maar. Ik heb 2 groepen daarvoor. En we doen dan hele leuke oefeningen met de paal. Dus iedereen is welkom. Ja, en ik ken een heleboel mensen hoor. En september voor mannen, hè? September. Begin ik met herenlessen. Dan begin ik met een workshop voor een maand. Als het wat is, als er werkelijk genoeg animo is, dan gaan we daarmee verder. Dus de heren in hun boxershort. Maar dat is leuk voor mij. Ik ken een heleboel dames die hier bij jullie komen, bij jou komen. Mm-hmm. Li Shang bijvoorbeeld. Ja. Oké. Ja, Li Shang, ja, wie van jij? It wasn't me. He did it. Maar, een zelfverzekerde vrouw is nu hier aan het happen. Weet je? Het is heerlijk. Kun je niet elke dag bij me komen? Zo. Niet eens een boxershort. Maar je hebt het gehoord van die zelfverzekerde vrouw. Dus schaam je niet. Je mag komen, het is een sport. Ja? Okay. Ja? Ja. Dus mama, papa, in afrede om je dochtertjes te sturen. Nee, dat is niet wat ik ze leer. Ik leer ze niet dat wat jullie denken dat ik ze leer. Dat is totaal niet. Dus Nofrede, je mag je altijd inschrijven. Sluit je aan. Het is een heerlijke sport. Ik heb het daarnet gedaan. En het lukt aardig voor een eerste keer. Moekie gaat straks even een show weggeven. En dan gaan we lekker afsluiten. Moekie, we gaan in die middelste camera. Gaan we die tata darantan doen. Oh ja, dat doe ik. Ja. Gewoon tata darantan. Oh ja. Ja? 3, 2, 1. Tata darantan. Tantan. Ten. Pep. Bye bye.
Thank you.